Zij heeft gewoon een hele boerderij en staat hier buiten en het is Ella. Neem het of laat het. Oh, dit ziet er super lekker uit. Je mag nog wisselen. Oh. Ben je al het eten of al het drinken? Al het eten. Eet! Oh, nee. En die ga je nemen of laten. Oh my god, dit is echt. Oh, wow, rustig. MacBook op 100 is. Dit is wel satisfying. Mondmasker! 2, 1. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag wordt opnieuw een superleuke video. Klopt. Want wij gaan eerst een fan gaan verrassen. Spannend. Met de nieuwe Nintendo Switch. Ja, superleuk. Want wij hebben een superleuke giveaway gedaan. Mm-hmm. Bedankt alvast voor alle deelnames. Ja. Er komt zeker binnenkort een nieuwe superleuke giveaway. Maar eerst de winnaar verrassen van de Nintendo Switch. De winnaar is geworden Ella. Ella. Wij kennen haar niet, zij kent ons wel. Maar voor we vertrekken naar Ella, voor hoeveel likes gaan we, Celine? Oeh, we gaan voor 27.000 likes. 27.000 likes. Yes. Ik maak er 35.000 van. Echt? Echt waar. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal, want nu gaan we gewoon voor 450.000 abonnees. Klopt. Jullie zijn echt de allerbeste. Bedankt voor al jullie steun, positiviteit. En wij gaan nu op zoek naar Ella, de winnaar van de giveaway. Trouwens, Michiel heeft een oogontsteking. Ja, maar dat hadden jullie wel al gezien waarschijnlijk. Ja, en ik heb een dikke puist. Nee, kan gebeuren. We zijn ook mensen. Net aangekomen bij de winnares van de giveaway. Ja. En ze wint gewoon een Nintendo Switch. Wow, dat is echt cool, toch? Yes, en normaal hebben we nu zo'n episch moment waarbij we aanbellen. Ja. Maar zij heeft gewoon een hele boerderij en staat hier buiten. En het is Ella! Kijk eens aan! Hallo! Oh, dit is echt wel zalig. En dit is jouw boerderij? Ja. Wow. Ja, ja. Niet van jou, maar dat is toch gewoon zalig. Kijk waar je woont. Ja. Wow. Heb jij nog kamers vrij voor ons? In de Vlaamse. Heb je bed and breakfast? Ja. Echt? Ah ja, een vakantiewoning. Een vakantiewoning, wow! Het moment, doe het maar. Wow! Alsjeblieft! Het is echt leuk. En zit hij er echt in? Misschien moet je eens checken, want met Celine vertrouw ik het niet. Oh, hey, ik ben er ook niet aan geweest. Oh, wacht, pas op dat hij niet op de grond valt. Oh. Oh-oh. Oh ja. Ja, ja, ja. Alsnieuw, het is helemaal echt, nieuw. Het is echt. Wauw, en heb je al een Nintendo Switch, Ella? Nee. Oh, zalig. Niet. Gelukkig. Dat is wel super. Goed. En wat is je favoriete spelletje? Mario. Mario. Wat was jouw favoriete spel? Just Dance. Just Dance, ja. Van jou niet? Vroeger in de klas. Ah, dat is van wel YouTube. Leuk. Ja, dat is wel handig. Je bent echt zoals Celine, denk ik. 1 hour later. Boom! Wij zijn terug van Ella. En Ella, shout-out naar jou. Je bent echt een super lieve meid. Klopt. En wij wensen je super veel succes deze zomervakantie. En heel veel plezier met de Nintendo Switch. Klopt. Boom! Aangekomen bij Emma, Lucas en Celine is er natuurlijk ook nog bij. En we hebben een nieuwe camera, by the way. Dus wat vinden jullie van de kwaliteit? Laat het weten in de reacties. Vandaag hebben we een superleuke challenge. En de challenge heet... Neem het of laat het. Woe. Jullie zien hier twee mystery boxen. Ja. Niemand weet wat erin zit behalve ik en iedereen die aan het kijken is. En jullie mogen straks één box aanduiden die jullie nemen. En één box die jullie laten, die dus niks heeft. En niet spieken, Lucas. Starten, Lucas. Alright, wie gaat er beginnen? Ik zal beginnen. Oh, Emma, oké, jij begint. Jullie weten natuurlijk wat erin zit nu. Ja, spannend. Oh, en wat vinden jullie hiervan? Echt cool. Ja? Jij vindt het ja? Ja. Emma, je hebt wel een mooi shirt aan. Wie staat daarop? Is dat Jerry? Ja, van Tom en Jerry? Ja, oké. Okay. Maar de vraag is, voor welke box ga je, Emma? Ik ga voor de roze. Die ga je laten en de bruine ga je nemen? Nee, een keer. Oeh. Ben je daar zeker van? Ja. Je mag nog wisselen. Oh. Ja, oké. Okay. Dus je neemt de roze. Ja. Dan mag je nog niet kijken naar de bruine en mag je de roze omdraaien. Oh. Je hebt geluk, Emma! Snoepjes! En? Ja, natuurlijk! Dank je! Oh. Ja. Mag ik ook eentje? Oh, dank je wel. Lucas, niet kijken naar hier, oké? Oh, dit ziet er super lekker uit. Dit wil ik wel. Die gaan we daar liggen. Oh. Je gaat sowieso denken dat we lui zijn. En de waterballon gewoon daar laten. Gaan we hem roepen? Lucas, kom maar!
Waar ben je, Lucas? Niet kijken naar hier. Eén doos is leuk, één doos is ook leuk, maar niet voor jou. Maar voor ons wel. Ja. Ik ga voor die. En die ga je nemen of laten? Nemen. Ja, ik ga hem nemen. Dus je gaat de bruine laten? Ja. Kijk maar in de rode box. De waterballon. En please kijk in de bruine box wat je gemist hebt. Ja. Verse, overheerlijke donuts. Lust je donuts? Ja, graag. Pech. Emma, lukt het om de ballon vast te houden? Ja. Super zwaar. Lukt dit is klaar? Echt nee. Een raar zicht. Oké, iets boven zijn hoofd. In 3, 2, 1. Bruh. Oh, nee. Wat doen jullie? Nee. Poging nummer 2. In 3, 2, 1. En we hebben het veilig gedaan natuurlijk. Ja. Alles goed gekomen. Nee. Oké. Oh, oh, oh. Oh. Hij is single, hij is single. Ja, ja, Lucas. Ben je aan het eten of aan het drinken? Eten aan het... en drinken. Eten en drinken. En wat eet je? Snoepjes. Ja. Snoepjes. Oh, het is wel gezellig hoor. Emma is hier met nog altijd haar lolly. En hier staan de twee boxen. Dit is box nummer 1. En dit is box nummer 2. En dat is de gestrekte arm, arm, arm challenge. En dat wil dus zeggen... Arm, arm, arm challenge. Wat wil dus zeggen dat je moet drinken met een gestrekte arm. Arm, arm, arm. Ja, zo, zo. Wat dus echt super moeilijk is. Oh, daar is hij dan. Direct aan het filmen, oké. Okay. Direct aan het filmen, het zal wel zijn. Daar staat het wel leuker dan hier staat. Ja, daar is spannend. Hey, niet kijken hè. Nee, ik ga niet kijken. Ik zie hier ook niet door. Helaas. Nee, nee, nee. Deze ga ik laten en deze ga ik nemen. Echt? Ja, oké. Okay. Dus deze ga je laten en deze ga je nemen. Maar je kent super raar. Nee. Ja, dan ga ik wisselen. Nee, 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 nee. Deze ga ik nemen, deze ga ik laten. Ah, oké. Okay. Misschien is het een tactiek van mij, hè, dat ik raar kijk. Misschien ga ik toch... Nee, nee, nee. Ik neem deze, kom. Je... Oh. Oh. Yes. Nee. Yes. En wat was de straf? Oh nee, dat op. Oh. De gestrekte arm, arm, arm challenge. Alle geluk dat ik het rustig doe. Oh, zalig. Maar er zijn 4 donuts. Gaan we ze gewoon delen? Ja, dat vind ik wel een goed plan. Maar je bent aan het snoepen. Ja, Lucas is al aan het. Allee. Ik altijd wel bij. Oké, okay, voor de meisjes, Lucas is single, maar eet heel graag snoep en donuts. Moet jij de donuts? Eet straks. Graag, okay. Oh, Lucas eet graag. Dus maar een meisje die goed kan koken. Hij drinkt water. Dat zal iets zijn. Ja. Smakelijk. Smakelijk. Moet je mijn snoepen nog opeten? Oh my god. Dit is echt. Heb je dit ooit al vast gehad? Neem het vast. Het voelt echt. Ja, moet niet. Het voelt echt zwaar. Nee, moet je het niet voelen? Oh. Hoe voelt het? Zwaar. Goed. Dank je. Al dat geld dat erin zit. Ga je heel de tijd hier blijven eten? Ja. Heb jij dat ooit al gevoeld? Ja. Het is echt. Oh ja, oké. Okay. Jij bent dan gewoon. Ja. Jij bent natuurlijk rijke Lucas. Voor alle single ladies, hij is ook rijk. Dus we leggen dit hier. En dit laten we hier staan. Soleil, kom maar! Je hebt gehoord wat de beloning is. Je weet wat de straf is, maar je weet niet waar het zit. Dus dit is superleuk. Eigenlijk heb ik het niet gehoord. Hoezo? Ik praat toch superleuk? Ja, maar ik was bezig daar met de honden. Dus oké, maar het is wel echt een beloning. En een straf. Maar zeg maar, hè. Nee, nee, ik ga het niet zeggen als je het niet weet. Oké. Okay. Kies maar. Ja, roze is veel mooier, dus ik ga gewoon voor roos. Nemen. Maar daarnet blazen. Zat de straf wel in de roze box, hè. Ja, maar jullie hebben sowieso gewisseld. Sowieso, ik neem die. Oh, wow, rustig. Je hebt het gezegd, niet draaien, want het is ook de slechte. Echt? Gestrekte arm, arm, arm challenge. Had je de juiste? Kreeg je 200 euro. Oh, maar nu niet. Gestrekte arm? Ja. Zo? Ja. Go. Maar oh, je moet wel een beetje in je mond schieten, hè. Maar... Valsspeler. Wat? Lucas, heb je dat gezien? Ja. Wat gezien? Dat je een valsspeler bent. Maar... Ja, goed zo, Lucas. Dat is zo van TikTok. Voor alle single ladies, Lucas heeft geen gevoelens.
Dit is officieel de leukste challenge ooit. Wat? Hier hebben we een MacBook. En hier hebben we lekker hondenijs. En het is echt hondenijs, het is niet zomaar ijs. Nee, klopt. Daar hebben we Kayara en Milou. En zij mogen dus kiezen wat ze nemen. Ofwel een MacBook die ze totaal heel vaak kunnen gebruiken. Ja, toch wel. Ofwel hondenijs. Wat ze heel lekker vinden ook. Ik ben klaar. Kayara en Milou, kom maar kiezen. Milou, zoek. MacBook of hondenijs. Oh no, Milou gaat voor de MacBook. Oh, Milou denkt, ik ben er niks mee. Maar het hondenijs spreekt echt niet aan. Kan jij kijkt ernaar. Kan jij lust je dit? En dan wil je de MacBook. Ja. Ja, Milou lust het. Kijk, omdat je zo goed meegedaan hebt met de challenge. Dit is wel satisfying. En kan jij lust jij het? Nee. De volgende ronde is voor Emma. Ja. En wij hebben echt een leuk, creatief idee. Klopt. Vanaf morgen worden mondmaskers of mondkapjes, hoe jij het wil, verplicht in winkels. Klopt. Echt waar. Dat is in België. Is dat in Nederland ook? Laat het weten. En oh, het begint te regenen. Oh no. Misschien moeten we een paraplu doen als beloning. Ja, maar we gaan een mondmasker gebruiken als beloning. En als straf een ei op je hoofd. Maar nu gaan we even naar binnen, want het begint enorm te regenen. Emma, ik zie jou niet spieken, hè. Oh, ze is weg. Ik zag haar arm. Zo. Oh. Kijk, dit is straf 1. En dit is de beloning. Want Lucas, wist jij het al? Mondmaskers worden overal verplicht. Alright. Nu ben ik wel benieuwd. Oh, ben je tips aan het geven? Hoezo? Ze keek naar jou. Ik zag dat. Nee, dat was toevallig dan, denk ik. Emma, wat kies je? Links of rechts? Ik ga gewoon een keer voor de roze. Dus je gaat die laten en de rechtse nemen? Nee, omgekeerd. Dus die neem je en die laat je. Oh, dat is wel echt. Ben je zeker? Zou je dat doen? Ja. 100% zeker? Ja. Ja, ik ga het gewoon direct aan jou geven. Een mondmasker! Ja. Ze worden verplicht. Anders mag je niet meer naar de winkel. Dat is toch de mooiste beloning ooit? Enorm. Oei, ze is niet zo blij met haar mondmasker. Denk het oh nee. Denk goed Oeh. Oeh. Leg het maar terug. Nee. Volgende ronde. Michiel is naar binnen. Hier hebben we een mooie straf. En hier hebben we een beloning, een mystery box. Gaan we het zo laten staan of draaien? Zo? Oké. Roep maar Michiel. Michiel! Luider! Michiel! Ga je voor links of voor rechts? Allee, voor jou is voor links of voor rechts. Ja, die snapt het wel. Nemen, laten. Ja, het is echt gokken, hè. Oei. Ik zeg nemen en laten. Nemen en laten. Ai, ben je zeker? Je kijkt altijd zo verdacht naar mij. Kijk, ik ga draaien. Draaien? Ja, omdat je het kijkt. Ben je zeker? Ja, dit neem ik, dit laat ik. Oké. Kijk maar. Speciaal voor jou gedraaid, hè. En wat moet ik met het ei doen? Op je hoofd kapot slaan. Nee. Oh, dit is zo spannend. Niet te hard, Lucas, echt waar. Nee. Ben je bang? Ja. Je bent bang. Ik heb een gevoelig hoofd. Oké, waar moet Lucas slaan? Waar? Ja, ik weet het niet. Het is overal even gevoelig. Oh. Ja, laat ons zeggen, hier zo, van voor. Niet te hard. Van voor? Nee, hier dan beter. Okay, zo. Okay. Hier is het harder. Oké. Okay. Oh nee, dit is echt spannend. Ja, niet te hard, hè. Wacht, ik ga aftellen. You got me, hè. Oké. Sowieso, bro. In 3, 2, 1. Oh! Niet te hard, hè. Dat was echt super hard. Oh. En alweer een vogelscheet op je hoofd. Oh. Lucas, hier niet direct van. We hebben ook. Oh. Is het eruit? Nee. Oh. Dat is een ander. Au, ja. Oké, ik denk wel dat het goed is. Kijk eens. Ja, wauw. De tijdslag doet wel wonderen. Ja, nu ben je helemaal proper. Alright. Ik ben weer helemaal clean. Ja. Vonden jullie het een leuke video? Ja. Heel leuk. Maar je stinkt wel, hoor. Ja. Hoe zou dat komen? Neem het op laat. Ja. Het was een ei, dat weet ik ondertussen ook al. Hopelijk vonden jullie dit ook een superleuke video. Vergeet niet te liken. We gaan voor 35.000 likes. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Stop met lachen. Oh, sorry. En wij zien jullie in de volgende video. Yeah. Peace.